geachte directeuren van de verschillende ministeries, vertegenwoordiger van Stichting Planbureau Suriname, vertegenwoordiger van het Algemeen Bureau voor de Statistiek, mevrouw Judith Briele, Liaison Officer United Nations Population Fund, de heer Alphonse McDonald, consultant, functionarissen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Goedemorgen. 26 jaar geleden hebben afgevaardigden op de International Conference on Population and Development in Cairo het bevolkingsdebat verlegd van een top-down benadering gericht op aantallen naar een bottom-up beleidsbenadering, gericht op mensenrechten en de individuele behoeften van mensen. Suriname nam deel aan de conferentie en onderschreef daarmee die paradigmatische verschuiving. Dat brengt met zich mee dat wij in onze streven naar een duurzaam welzijn en welvaart voor het Surinaams volk gehouden zijn aan het respecteren van gelijke rechten voor elk individu, niemand uitgezonderd. Het accent ligt daarbij op de reproductieve gezondheid en rechten en de volledige en gelijkwaardige deelname van vrouwen en meisjes aan het burgerlijke, culturele, economische, politieke en sociale leven. De uitbanning van alle vormen van discriminatie op grond van geslacht en de empowerment van vrouwen en meisjes vormen een voorwaarde om dat streven gestalte te kunnen geven. Met de ongunstige economische positie en daarboven de negatieve effecten van het COVID-19-virus op de verschillende terreinen van ons bestaan, staat Suriname voor immense uitdagingen. Bij de verwezenlijking van het streven naar welzijn en welvaart voor ieder. Het is mede om die reden van belang om een ieder te betrekken bij de economische en sociale ontwikkeling van het land. In de afgelopen periode heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met de verschillende ministeriële en andere partners het fundament gelegd voor het formuleren van een bevolkingsbeleid. Een bevolkingssituatieanalyse. Het bevolkingsbeleid maakt het als leidraad mogelijk om ons streven naar welzijn en welvaart realistisch te gidsen. Ik kan u verzekeren dat het proces geen geplaveide weg was. De vele tekortkomingen in onze databestand is een van de belangrijkste redenen daarvoor. Daarnaast hebben logistieke en zaken van organisatorische aard voor enige stagnatie gezorgd. Echter, de gezamenlijke inspanning en de juiste focus hebben ervoor gezorgd dat de bevolkingssituatieanalyse zich ondanks de vele hobbels thans in de afrondende fase bevindt. Nu wij in de volgende fase de formulering van het bevolkingsbeleid zijn beland, vertrouw ik op uw openheid, steun en medewerking. Ik verklaar deze samenkomst als geopend en wens u allen een productieve dag toe. Ik dank u.